Welkom allemaal bij een nieuwe video van The Crew 2. En vandaag gaan we een kijkje nemen naar een gloednieuwe update. En ik weet zo niet precies hoe de update heet. Maar wat ik wel weet is dat er een hoop nieuwe auto's zijn. Vermoedelijk ook wat nieuwe events. En we gaan gewoon eens even kijken wat het allemaal precies is. Dus, hoe heet deze update ook alweer? Het ligt op het puntje van mijn tong. Ik kan er niet op komen. Fuck. Weet je wat? We gaan het wel gewoon zien. We zien het zo meteen. Ik kan er niet tegen als ik ergens niet op kan komen, hè? Highlight? Highlight update? Nee. Iets wat erop lijkt. Hotshot, highlight, same thing. Dit is de gloednieuwe update. Compete and win exclusive rewards every week in the brand new Live Summit competition. Take customization to the next level with new vanity items, including unique tires and smoke. And keep challenging yourself in new events, skills and photo sets coming up all across the USA. Alrighty. Ik weet niet of je het daar net al zag staan. Er zit nu een Bugatti Devo in. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik weet dat we hem nog niet kunnen kopen. Volgens mij kost dat ding 2 miljoen dollar. We gaan daar sowieso voor strijden. We gaan hem zo meteen even proberen voor een kleine test drive. Dus ik ben benieuwd. Als zie je hem al staan. New content. Discover the Bugatti Devo. Mocht je deze Bugatti niet kennen... Je hebt zeg maar de Bugatti Veyron. Daarboven heb je de Bugatti Chiron. En daarboven heb je de Bugatti Devo. Dus de Devo is echt de meest ultieme Bugatti die er is. En eens even een kijkje nemen. Ik heb ook gehoord dat er een Ferrari Pisto in zit. Heet dat Pisto? Volgens mij Pisto. Je hebt al net de Evo X kunnen zien. Lancer Evo X. Maar dit is de Devo. Dit ding kost inderdaad 2 miljoen dollar. Wat volgens mij niet veel meer is... Ja, ik wou het zeggen. Dat is vrijwel hetzelfde als de Chiron. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Uiteindelijk moet je ze eigenlijk allebei hebben. Hiernaast zie je ook een andere auto staan. Dit is een of andere prototype Lamborghini. Ik vind het heel raar dat ze deze naar de game hebben gebracht. Maar prima. Ik heb deze ooit eerder op Google voorbij zien komen. En dacht altijd van, what the fuck is dat voor ding? Verschrikkelijke auto. 1,6 miljoen. Behoorlijk duur. Available in a bundle. Dus ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar daar gaan we zo meteen even ondervinden. Hier hebben we de Pista. Ik zei net Pisto volgens mij. Pista, same thing. 1 miljoen dollar. Bij Hypercars niks nieuws zo te zien. Dat waren de nieuwe. Zal ik gelijk even beginnen met een test drive in dit ding? Dan pakken we zo meteen ook even een test drive voor die Lamborghini. Daar ben ik wel benieuwd naar. We gaan eens even een kijkje nemen. Season Pass content... collected, dankjewel. Maar deze auto zat er niet bij. God damn it. Ik weet nooit echt wat ik van deze Bugatti moet vinden. Ik vind denk ik de Chiron mooier. Maar deze is gewoon exclusiever en daarom wil ik deze hebben. Dat is gewoon een beetje hoe het werkt. Volgens mij is het interieur vooral wel identiek aan de Chiron. Sowieso is het, de base is ook gewoon de Chiron. Alleen wat andere body panels en... ik weet niet hoe het zit met performance. Hij zal waarschijnlijk wel iets sneller zijn. I don't know. We gaan eens dus even een testritje doen. Oh, de... Ah! Wat zie je erachter op die shark fin? Dat lampje. Damn. Emote panel? Hebben we emotes? Blijkbaar zijn er emotes. I don't care. We gaan eens dus even gewoon rijden met dit ding. Dat is even het belangrijkste. Hij zal sowieso behoorlijk snel zijn. Vermoedelijk de snelste auto in de game. Volgens mij was de Chiron dat al. Dus deze zal sneller zijn. We hebben alleen niet heel veel tijd om hem te testen. Dat is een beetje jammer. Maar, ja, laten we eerlijk zijn. Dit ding moeten we hebben, jongens. Road to the Bugatti Devo. Die gaat van start. Hij is wel dik. Nu dat we toch bezig zijn met de testritjes, pakken we ook gelijk deze Lambo erbij. En deze is van 2013. Dus al 6 jaar oud. Maar het is echt een verschrikking om aan te zien. Het is echt een verschrikkelijke auto. Het lijkt wel een klein beetje op een, hoe noem je dat? Op een fighter jet, zo, met die cabine in het midden. Ik zie ook een raar dashboard ding. Ik weet niet eens wat het is. Oh mijn god. Oh, wat een ding, yo. Ik geloof niet dat ik ooit een auto heb gezien die er zo extreem uitziet als deze. Dit ding is echt beyond alles. Oh. Het heeft ook helemaal geen spoiler trouwens. Valt me nou pas op. Het heeft volgens mij meer van die gekke flappen erachter. Zie je dat bij de lampen? Ik weet niet of die op een gegeven moment omhoog... Ja, oké. Okay. Kijk, die gaan omhoog. Zie je dat?
Ah. Wat een ding. Hij is ook zo lang, of ligt aan mij? Als ik ooit te veel geld heb, dan is dit op zich wel leuk. Als toevoeging aan de collectie, maar nee. Ik heb liever de Divo. De ding is, nee. Het is zo'n raar ding. Kan ik trouwens interieur? Wacht, hoe switch ik interieur? Camera's. Oh zo, wacht. First person. Oh, what the fuck? Oh my god. Dit is echt next level. Dit lijkt echt een fighter jet. En de ding in het midden lijkt net zo'n crosshair. Van waar moet ik schieten? Ongelooflijk. Ja, ik weet niet wat er nou precies nieuw is en wat niet. We gaan er gewoon even rustig doorheen. En deze is sowieso niet nieuw. Die hebben wij een tijdje terug behandeld. Of in de laatste video was dat volgens mij. De laatste... de crew video. Maar we missen nog een paar auto's. Hoe zit dat? Oei, we hebben hier een camouflage auto. Een beta handling edition. Ja, wat dat precies is... ja, de naam zegt het al. Het zal waarschijnlijk een andere handling hebben. Een soort van testauto. Ik heb nou dus de Lancer gekregen. En daarnaast nog iets. Neem ik aan. Maar wat dat andere ding mag zijn... Oh, wacht. Dit ding, toch? Corvette Z1. Vermoed dat die ook nieuw is. Volgens mij had ik dat gehoord. Dus, ja, dat zijn dan de nieuwe auto's. Gok ik zo. Dit ding is al vet. Ik denk dat we daar iets heel moois van kunnen maken. Maar we beginnen met onze Evo. Hier heb je dus die vanity dingen die wij niet hebben unlocked. You can purchase vanity items in headquarters. Ja, daar kom ik net vandaan. Toch? Nou ja, we gaan straks wel even kijken. We beginnen eerst eens even met het interessante. En dat is visual parts. 6 verschillende motorkap. Volgens mij kan je deze auto volledig carbon fiber maken. Wat ik had gezien. We gaan er even gewoon rustig doorheen. Kijken wat we allemaal hebben. Er zijn ontzettend veel opties weer. Oh god. Ik denk dat ik die op zich best wel vet vind voor deze auto. Ik wil hem echt super extreem gaan maken. Met zijn air intake in de lamp en zo. Dat is wel cool. Front fenders. We kunnen een white body maken. Dit kan dus niet carbon fiber. Dus je kunt niet alles carbon fiber maken. Oké. Ik dacht van wel. Ik dacht dat ik dat gezien had. Maar blijkbaar niet. Prima. Maar ik ga hem sowieso white bodyen. Ik ga vermoedelijk voor deze. Vind ik al dik. We gaan hem lekker extreem maken. Kan niet extreem genoeg. Deze velgen kunnen oprotten. Prima. Prima, joh. Calipers. Felrood. Hartstikke idee. Side mirrors. Carbon fiber. We gaan ook weer voor die gekke dingen. Side skirts. Geen probleem. Rear fender. White body. Kijk eens aan. Hij wordt toch gelijk zo beefy. We hebben 5 verschillende spoilers. Carbon fiber. Oh, dat is ook wel op zich wel vet. Gewoon een ducktail. Dat is niet verkeerd. Oh, die zit er ook in op het dak. Zie ik nou pas. En je hebt zo'n racing wing. Ik weet niet waarom, maar ik vind deze eigenlijk best wel vet. Maar met die voorbumper die zo extreem is, moeten we eigenlijk voor dit gaan. Dus we doen het gewoon. Achterbumper. Zullen ook wel weer flink wat gekke opties bij zitten. Het bouwt altijd op, hè. Het wordt steeds gekker en gekker en gekker en gekker. Oké. Dit is de laatste. Ik weet niet of ik zoiets wil, om heel eerlijk te zijn. Ah, waarom ook niet? Het hoort bij de voorbumper, zoals ik al zei. De voorbumper is zo extreem. Interieur kan me niet zo heel veel boeien. We moeten dan de motorkap nog doen. Ik weet niet of ik daar campfire wil doen. Ik denk het niet. Dan doen we gewoon daar. Hartstikke idee. Ik wil het niet heel lastig doen. Maar moet ik dit gebruiken? Hey, let it snow, let it snow, let it snow. Het sneeuwt blijkbaar. Vreemd. Het is hier ook behoorlijk druk, zie ik. Jesus Christ. En wat we nou moeten doen is, we moesten dus weer terug naar die headquarters. Dat is niet de map. Die fout maak ik nog steeds. We moeten richting de headquarters voor die vanity items. Dat wil ik wel even checken. Dus dan moeten we hier naartoe. Ik zet nou wel even een waypoint. Dan kunnen we er even heen crossen. Ik denk niet dat ik ooit die waypoint aan... Godsamme. Ben ik niet gewend. In Forza rijden er andere mensen heen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit die waypoint heb aangezet. Met die pijlen boven de weg. Dat ziet er raar uit. Ik moet zeggen, het is wel lekker rustig op de weg. Ik zie letterlijk vrijwel niemand rijden. Ik zie één auto hier toevallig net rijden. Toen ik het zei.
En waar die heen is getoverd, dat weet ik ook niet. Maar verder rest is er helemaal niemand. Zal waarschijnlijk komen er die sneeuw. Oh, hier hebben ze al. Never mind. Ik weet ook niet hoe lang die sneeuw blijft liggen. Want volgens mij is het zonnetje weer aan het schijnen. Dus het zal allemaal smelten. Hey, vanity items. Oké, hier hebben we de vanity troep. Wait, what? 32.000 crew credits? Voor dit? Is dit de enige manier om die dingen te krijgen? 45.000 crew credits kost 5 euro. Daar kan ik 1 setje banden van kopen? De neon blue tires? Ik kan niet eens de blue lightning... What the fuck? Kan ik dus... Oh, preview. Oké, we kunnen testen. Denk ik. Oh, god. Het is wel cool. Je kan zeggen wat je wil. Maar what the fuck? Dit kan je niet eens kopen met 5 euro. Dan kan je zeggen, ja, wat is 5 euro natuurlijk? Sure. Maar er moet toch een manier zijn om zulke dingen gewoon te kunnen unlocken of zo? Er is gewoon geen enkele die je kan kopen met gewoon in-game geld. What the fuck? Hallo meneer, level 1036. Oké, sta je toevallig op deze lijst? Oh wacht, wat? Live Summit? Wat is dit nou weer voor iets? Oh, dat was de nieuwe wat ik net zag staan. Ja. Dit is volgens mij een soort van leak play-achtig iets of zo. We beginnen bij de eerste. Dit. Escape. Oh, die zijn... Ah, ja, juist. We kennen al deze dingen wel, volgens mij. Dit zijn die challenges. Hoe start ik dit? Oh, het start al. Aha. Mijn controller is bijna leeg. Toffe melding. Maar ik denk dat je het beste kan vergelijken met... die weekly dingen die wij in... dit is volgens mij niet de ideale auto voor dit. Maar volgens mij is dit te vergelijken met die weekly dingen die we in Forza hebben. Die Forza playlist shit. Volgens mij is dit vergelijkbaar met dat. Ik heb alleen het idee dat dit niet echt een ideale auto is voor deze omstandigheden. Maar we hebben de objective gecomplete. Is dat prima? Wow! Doe een barrel roll. En dan gaan we weer terug. Kijk, oh, dat is wel ideaal. Dit is wel ideaal. Hoef ik hier niet telkens terug te rijden. Ja, ik denk dat we dit gewoon allemaal gewoon gaan proberen. Dus denk ik op zich wel lachen. We hebben hier gewoon street races bij, drifting. Het is wel allemaal in de sneeuw. Vandaar ook Polar Rush. Ik een beetje raar vind. Dat ze zo'n nieuwe update starten in de sneeuw. Prima. We gaan over op de aerobatics. A summit contains 9 activities, 3 skills, 5 events en 1 combo dingetje. Wil ik zo meteen die combo wel eens even proberen. En de perfecte erheen. Had ziek idee. Ik hoop ook dat je hier flink wat geld mee kan krijgen. Op zich is wel grappig, hè. In Forza heb ik zo verschrikkelijk veel geld dat ik niet weet wat ik ermee moet doen. En hier zit ik in geldsnood. Of ja... Geldsnood, ik heb 500k. Het is niet zo dat ik broke ben. Maar het is niet voldoende voor wat wij willen. Da-da! Close enough. We hebben nou al de objective gecomplete, dus het is niet moeilijk. Ieder idioot kan het volgens mij wel. Kijk naar mij. 5, 4. Ik heb geen nos! 3, 2. Oh fuck, ik zag dat ding niet. Oké, nou, I fucked up. Ik ging hier naartoe. Ik zag die andere checkpoint niet. We hebben het tenminste gehaald. We hebben het zo goed als verdubbeld. Good enough. Oh, en dit telt ook allemaal bij elkaar op dan of zo. Want net zag je die leaderboard. Dat is dan alles wat je in die week kan doen bij elkaar opgeteld. En dan heb je dus die verschillende leagues. Silver, gold, platinum. En daarbij heb je waarschijnlijk dan ook verschillende prijzen. Waren dat die prijzen die we net al zagen staan? Ah, oké. It all makes sense now. Zoals je dus kan zien. Ik begreep net dit menu een beetje verkeerd. Hier links heb je Polar Rush. Dat is deze week. Die andere dingen hieronder, dat zijn voor andere weken. Daar staat letterlijk de datum bij. Ik kan alleen niet lezen. En dan zie je dus ook de rewards. Dus bronze is 150.000 followers. Silver is die star-shaped smoke. Gold is speciale parts voor de 812 superfast. En als laatste platinum
krijgen we toch die speciale tire smoke. Dus je hoeft ze niet alleen te kopen met crew credits. Kan wel, maar je kan ze dus ook unlocken door het completen van dit spel. Dus dat is belangrijk, dat je tenminste kan unlocken. Want ik heb een hekel aan items die je alleen kan kopen. Dat vind ik verschrikkelijk. Dus we gaan snel weer verder. We gaan op naar een speedtrap. Nogmaals, ik denk niet dat de auto die we momenteel hebben ideaal is voor deze challenges. Vooral niet als wij zoveel mogelijk punten willen halen. Ben ik nou zo verschrikkelijk klein? Ik ben echt een midget in deze auto, weet je dat? Oké. Okay. Het was een speedtrap. Dit is geen speedtrap, toch? Oh, dat is letterlijk de speedtrap. Oké, never mind. Ik wil een tweede poging. Sorry. Lang geleden, oké? Okay? I don't need your judgment. Maar ja, deze auto is niet zo snel. 226. We moesten 190 halen. Wat ik nou ook heel graag zou willen zien, is dat je met dit soort dingen dan ook auto's zou unlocken. En dat is volgens mij niet het geval. Dit is wel het geval trouwens. Want wacht. Nou, dan ga ik ook weer terug. Ik blijf telkens teruggaan. In de live summit van volgende week kun je dus die Lancer Evo X Fury Edition krijgen. Die wij sowieso willen hebben. Dus je weet sowieso gegarandeerd dat er volgende week nog video's komen. De week erop de Abarth. En de week daarop een McLaren. Dan is dit in principe de slechtste week. Dat is wel heel raar dat je dan begint met de meest waardeloze prijzen. Oké. Zit er allemaal veelbelovend uit. Ze zijn goed bezig bij de crew. GG Ubisoft. We kunnen gaan voor de powerboat. Ik ga toch heel even voor een street race. Wil ik deze auto even gebruiken dat we dat gehad hebben. Dan kunnen wij voor die volgende challenges tenminste andere voertuigen gebruiken. Want die Lancer is niet snel genoeg voor menig race. Of challenge. Ah, for fuck's sake. Ik wil water pakken. Ik heb een droge bakjes. Goddammit. Oké. Reach top 3. Is goed, jongen. Is goed. Twee vingers in mijn neus. En één hand op mijn rug. Wat? Ja. Dat moet in principe wel kunnen. Ik wil dat wel eens uitproberen. Twee vingers in... Nee, ik kan niet eens sturen dan. Ik vind het nog steeds raar dat alles in de winter is. Vind ik echt raar. Ik heb niks tegen winter, maar... I don't know. Het is sowieso een beetje raar om games te hebben die in de winter zijn, wanneer het juist warm buiten is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het klinkt misschien heel dom. Want op een of andere manier klopt dat gewoon niet. Ik moet zeggen dat ik de Lancer wel fijn vind rijden. Rijdt op zich allemaal wel prima. Hij is alleen een beetje aan de trage kant, heb ik het idee. Ik denk dat het meer het gevoel is, want we rijden net gewoon 260 en dat is niks mis mee voor een Lancer. En ik heb ook het idee dat de handling wat minder snappy is dan voorheen. Ik vond het altijd heel irritant dat het super snappy was. Dus ik denk dat hier ook de nieuwe car handling op zit. Het kan zijn dat het echt alleen maar op die andere auto's is. Die beta testauto's die we net zagen staan. Maar aangezien deze auto ook nieuw is, vermoed ik dat het hier ook op zit. Maar het zou kunnen zijn dat ik een fout heb. Ik heb gewoon het idee dat de auto's dat deze auto wat fijner rijdt dan de meeste auto's in de game. Dat was voor mij waarschijnlijk de grootste reden waarom ik niet zo heel veel de crew speelde. Omdat ik gewoon de handling van de auto's niet fijn vond. Ik vond het niet echt lekker rijden. Want er is in principe meer dan genoeg content. Vooral nou dat ze dan ook nog die summit erbij hebben gedaan. Er is een hoop om te doen. Er is een hoop om te unlocken, nieuwe auto's, noem maar op. Maar ja, ik weet niet, ik vond het gewoon niet fijn rijden. Hier is alweer de finish. Dat was hem alweer. Ik weet niet hoe lang we erover hebben gedaan. 3,5 minuut. Reach top 3. Net nauwelijks kunnen halen, jongens, de top 3. Ik weet niet of dit weer gebaseerd is op tijd. Ik denk het wel. Oh, we hebben ook weer nieuwe items gekregen. Waaronder volgens mij ook nieuwe tire smoke. Ik denk dat wij voor het volgende event overgaan op deze Grand Prix. Gaan wij met een Formule 1 auto in de sneeuw rijden. Niet echt uiterst verstandig, maar we kunnen het proberen. De Harlem East is dus ook nog in de stad, neem ik aan. Hier hebben we onze F1 auto, prima. Ik ben benieuwd hoe dat ding gaat besturen in de sneeuw, maar... godsamme. Het begint ook al zo snel weer, hè. Stop nou eens. Gun mij wat tijd. En... Wat doet...
Wat doen die auto's in een Grand Prix? Twee auto's en een motor? Wat? Wat doen die hier? what the fuck? Dat is lichtelijk vreemd. Maar ik neem aan verkeerde afslag genomen of zo. Oeh, mooie sprong. Oeh, scheelt weinig. Ik weet niet of ik hier nog vanaf kom eigenlijk. Maar, oh, hier hebben we Brem. Kijk eens aan. Woehoe! Prachtige sprong met de F1-auto. Heb je het ooit meegemaakt? Ik wel. Dat kon je net zien. Maar, waarom rijden er normale auto's bij dit event mee? Ik kon net niet eens kiezen tussen andere... Ah, dat is zo kut. Ik moest een checkpoint pakken. Ik kon niet eens kiezen voor andere auto's. Ik had letterlijk alleen de keuze uit dit. Dus waarom doen die mee? It makes no sense. Dit is volgens mij een lap race trouwens. Een lap race. We zitten nu op 50%. Dus dit is al... Ja, dit zal zijn waar we net starten inderdaad. Het voordeel hierbij is wel... Ik zal waarschijnlijk nooit laatste worden. Want verliezen we een Audi TT... dat zie ik zo 1, 2, 3 niet gebeuren. Het kan altijd. Kijk maar naar... naar Forza. Volgens mij letterlijk mijn laatste video... waarin ik die auto gebruikte die 500 km per uur kon... die gisteren geüpload werd. Daarbij verloor ik... volgens mij van een Audi TT. Een TTS. Oh. Nee! Fuck off! No. Stel! Dat was zo lullig. Ik wil dit nou niet verliezen. Nee. Ik heb geen nos. Je zult... Verder dat ik dit nou nog ga verliezen ook. Ze zitten recht onder mij. Oh my god, nee! Ga weg! Get the fuck out of here! Er zit niks anders op. We moeten restarten. En we zaten 80%. Dat konden wij niet meer winnen. Dat is zo flauw. Dat is zo flauw. Ga weg, man. Nee. Ik land op die auto. En ik ga over de kop. Ja, op zich. Misschien wel logisch. Maar come on. Wat is de kans? Precies op een auto land. Wat is de kans? You're gonna win this easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Dat dacht ik net ook. Dat dacht ik net ook. Alleen toen sloeg het noodlot toe. Dat is ook de reden waarom ik een hekel heb aan ramps. Ik vind ze aan de ene kant super cool. Maar het gaat altijd fout als je die dingen pakt. Want daar ging het eigenlijk fout. Vanaf dat moment, deze ramp. Want ik sprong een klein beetje schuin. En nou ook weer een klein beetje. Alleen nou blijf ik grotendeels in het midden. Maar ik raakte daar die muur en... Dat was het begin van alle ellende. Oké, de race zitten we bijna op. We zitten nu over zo'n 95%. Dus ja, de winst is te pakken. Er zal hier niks geks meer gebeuren. Halleluja. Ik vind het steeds versteld. Ik sta er steeds versteld van. Wat er net gebeurd is. Echt. Welkom terug in mijn nederige stulpje. En ik vind dit nog steeds wel echt een hele dikke bak hoor, die Evo. Ik vind hem vetter dan die Corvette, persoonlijk. Maar we gaan dan toch even kijken wat we met die Corvette kunnen doen. Misschien kunnen wij hem zelfs nog een stukje vetter maken. Dat zou natuurlijk wel heel erg tof zijn. Daar staat hij. Select. Het lijkt erop dat wij 6 verschillende motorkappen hebben. Waarschijnlijk weer de standaard paar in carbon fiber, zoals je kan zien. Dat voelt me standaard altijd. Ik denk niet dat ik voor carbon fiber ga. Ik denk dat ik voor zoiets ga. Maar daar komen we zo meteen nog op terug. 8 verschillende voorbumpers. De lampen die veranderen weer. Canards. Splitter. En dit. I don't know. We hebben fenders. Geen whitebody ditmaal. Oké, okay, we hebben van die... Oké, okay, dit vind ik een beetje te. Rims vind ik persoonlijk heel erg mooi. Die er namelijk onder zitten. Die laat ik mooi zitten. Calipers, die zullen wij eens even mooi rood maken. Kunnen ook voor geel gaan trouwens, dat is op zich ook wel vet. Side mirrors, carbon fiber. I don't know. Ik weet niet precies wat ik met dit ding aan wil eigenlijk. Is het gek dat ik hem eigenlijk gewoon standaard wil laten? Oh, dit vind ik wel vet. Is dat mooi of is dat echt achterlijk? Op zich kan dat wel, hè? Achter die white body fenders en dan voor niet. Op zich kan dat wel. Ja, not bad.
We hebben 3 verschillende spoilers. Ik hoop een DuckTale. Geen DuckTale, oké. Okay. Disappointed. Je hebt standaard al een kleine DuckTale. Ik zit nog een beetje te twijfelen over de kleur. Ik vind hem in blauw al vet. Maar ik wil hem eigenlijk geel hebben. Wat denken jullie? Of zou ik hem toch blauw laten? Op zich... Ah, fuck it. Ik laat hem wel gewoon lekker blauw. Even performance upgrades erop en dan gaan we weer naar buiten. Als je kijkt, hier zie je die banden met die paarse strepen erheen. In principe zou dat target smoke moeten geven. Dus ik dacht dat het een vanity item was, maar nee! Helaas. Daarvoor moet je dan toch echt de gehele summit completen. Maar, ja, dit ding is wel nice. Nogmaals, ik weet niet zeker of deze echt nieuw was. Zo niet, dan sta ik nou best wel voor lul. Maar, ja, ik denk dat we de video ook gaan beëindigen. Want volgens mij is dat weer best wel een lange video geworden. Ik ga sowieso meer de crew uploaden. Ik wil die summit wil ik elke week proberen te completen. Daarnaast wil ik kijken of wij toch langzaamaan een beetje kunnen sparen voor die Divo. Dus er komt weer meer een beetje een soort van variatie aan. Het was de laatste tijd heel erg veel Forza, Forza, Forza. Wat op zich niet echt een probleem is, maar het werd een beetje eentonig. Dus nou kunnen we toch een beetje afwisselen met wat anders. Ook al is het wederom een race game. Wat is er met mijn splitter gebeurd? Heb ik iemand aangereden? Huh. Hey, maar ik ga hier de video beëindigen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van de nieuwe video van The Crew 2. Korte samenvatting van deze... Wat is dat? Van deze update. Het is een hele goede update. Er zitten nieuwe auto's bij, nieuwe races. Daarnaast dat compleet nieuwe summit systeem wat ik heel erg tof vind. Dat geeft mij telkens een reden om terug te komen naar de game. Dus elke week dat er nieuwe dingen te unlocken zijn. Super tof. Dus ik ga de video hier beëindigen. Vond je dit leuk? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.